Hoi en welkom dat je weer kijkt. Dat sloeg lekker zo. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Applejack. Mijn naam is Manon en dit is natuurlijk Apollo. En vandaag wil ik jullie wat meer vertellen over mijn nieuwe hoofdstel voor Apollo. Ik heb namelijk een kleine maand geleden de Rambo Miklum Multibridal gekocht. En ik merkte al gauw dat ik het best wel lastig vond om dat in elkaar te zetten. Er zitten 1001 riempjes bij. Hoe hoort het nou te zitten? Dus ik dacht, nou, superleuk om daar misschien een video over te maken. En dan kan ik het jullie gelijk ook uitleggen. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Dus ben jij ook benieuwd? Blijf zeker kijken. Zoals ik al zei, heb ik dus gekozen voor de Rambo Miklum Multibridal. En waarom? Eigenlijk verschillende redenen. Ik was al een tijdje aan het zoeken naar een mooi anatomisch gevormd hoofdstel. Gewoon, ik ben me daar wat meer in aan het verdiepen geweest. En ik denk, dat lijkt me gewoon heel fijn voor het paard om een hoofdstel te hebben wat dus alle gevoelige delen en zenuwen zo vrij houdt. Want anatomisch betekent eigenlijk gewoon dat er rekening wordt gehouden met hoe het paardenhoofd, zeg maar, in dit geval dan ook, is gebouwd. Waar de gevoelige punten zitten, drukpunten. Dat daar, zeg maar, het materiaal omheen wordt gelegd. Dus dat er geen drukpunten zitten, et cetera. Tegenwoordig heb je echt ruime keuze in anatomisch gevormde hoofdstellen. Je hebt ook hoofdstellen met bijvoorbeeld alleen een anatomisch gevormd kopstuk. Dus waar de oren vrij zitten of de drukpunten achter de oren. Anatomisch gevormde neusriem, waar dus de drukpunten bij de neus vrij zitten. Maar toen zag ik vaker de Miklum voorbij komen. En ja, die houdt echt heel veel punten vrij. En dat leek me dus gewoon heel fijn en heel mooi. En ik zag hem ook bij Feline, van Feline Hoy, bij haar paarden Marley en Olympus. En vond het ook echt gewoon heel stoer staan en mooi. En zij was er heel enthousiast over. Dus dat heeft me eigenlijk ook een beetje over de streep getrokken. Het is wel een heel duur hoofdstel, vind ik zelf. Hij is €199,95. Dus dat is aardig aan de prijs. Maar daarvoor heb je eigenlijk heel veel hoofdstellen in één. Want hij is dus de multi-bridle. Je kan hem met bit gebruiken, maar ook op meerdere manieren bitloos. En zelfs als kwaptoon. Ik zeg een hoop geld, maar ik had toevallig nog heel veel spaarpunten bij Applejack. En dat was een leuke kortingsactie, dus ik kon er gelukkig, ik had er voor een leuke prijs. Als je de hoofdstel koopt, zit hij dus in zo'n grote verpakking en het ziet er allemaal heel ingewikkeld uit. Alle riempjes zitten los, dan weet je dat alvast, alles zit los. En je mag, het staat ook niet op de verpakking wat wat is, je mag het zelf uitzoeken. Dus je krijgt het eigenlijk zo. Ik heb mijn eigen frontriemer aan, dit is de gewone frontriem, maar zoals je ziet, die is niet echt heel mooi. Het is ook een heel stijf stukje leren, dus dat stond echt zo op Apollo's voorhoofd. Dus ik heb mijn eigen frontriemer aangedaan. Dit is, zeg maar, alles wat vast zit, maar alle andere riempjes die je kan gebruiken, die zitten allemaal los. Maar dat ga ik dus vandaag allemaal aan je laten zien. Ik denk dat het makkelijkst is als ik hem gewoon even om ga doen en het op die manier ga uitleggen. Ik heb ook zijn hals even om zijn nek gedaan, dan blijft hij even mooi staan. Dus een beetje stouter daar. What's new? Maar als je dus het hoofdstel zo uit de verpakking haalt, dan zitten geen bit dingen of zo aan. Dus dan kan je hem eigenlijk gewoon zo over zijn hoofd heen leggen. En het eerste wat dan opvalt is eigenlijk dat hij achter de oren redelijk vrij ligt. En bovenop, achter zijn oren, is het heel breed, waardoor eigenlijk de druk goed verdeeld wordt. En dan dit gedeelte mooi ver achter zijn ogen langs. En dan hier bij zijn jukbeen, dit bot. Daar moet het hoofdstel omheen liggen, want hier zitten dus allemaal gevoelige zenuwen en dit bot is gewoon gevoelig, dus het hoofdstel hoort daar zo echt omheen te liggen. Ik moet wel even bijzeggen dat bij opviel toen ik het hoofdstel net nieuw, dat het leer echt heel stug is. Wat ik zeg, ik heb hem net geen maand, ik heb hem ook nog niet super vaak gebruikt, dus het is wel even wennen. Hallo, ja, jou ook zo lief. Het is best wel een beetje lastig. Het is wel even uitproberen hoe het hoofdstel het mooist zit. Omdat het best wel stug zit. Ook even de maat is een dingetje. Apollo heeft eigenlijk altijd een maat vol van hoofdstellen, van halsters. Maar ik heb uiteindelijk toch gekozen voor deze als extra vol. En dan voornamelijk omdat de kinderriem, dus deze riem, die schijnt nogal ietsje strakker te zijn dan bij andere hoofdstellen. En dan merk ik inderdaad ook, hij kan mooi... Derde gaatje onder gaat hij dicht. De andere riemen zijn wel wat hoog, zeg maar, maar er zit nog wel verstelbaarheid in. Want het is natuurlijk leer. En leer gaat in de loop van de tijd wel ietsje uitrekken, wordt soepeler. Maar ik kan hem nog wel ruim verstellen. Het is niet dat ik extra voel dat alles nu al op het strak zit, dat ik er niks meer kan.
Dus de maat is wel een dingetje, daar moet je wel even goed over nadenken. Even passen eigenlijk, dat is het makkelijkst. Als je iemand kent met zo'n hoofdstel, pas hem gewoon even. Het is natuurlijk een duur hoofdstel, dus je wil wel gewoon geen risico doen. Oké, wat ik zeg, het hoofdstel is het kopstuk. Het bakstuk zeg maar moet om het bot heen zitten. De neusriem zit eigenlijk hoger dan je gewend bent. Een lage neusriem zit natuurlijk hier. En een neusriem van een sperring zit, nou, die zit wel ongeveer hier. Het onderste gedeelte van je paard zijn neus. Dat vertelt trouwens vorige week. ik heb natuurlijk vorige week een video opgenomen met Sonja van FRA. En daar hebben we het gehad ook over bitloos rijden. Dat is ook een van de redenen trouwens dat ik dit hoofdstel wil. Om ook het bitloos te kunnen uitproberen. Maar dit onderste gedeelte, waar nog de ademhaling loopt, dat is een gevoelig deel van het paardenneus. Maar hier is het veel beniger, dus dit is minder gevoelig. Zijn neus ligt hier overheen. En dan gaat hij, nou, hier aan de onderkant gaat hij gewoon dicht. En ook hier is het natuurlijk belangrijk dat het mooi aansluit, maar niet te strak zit. En hetzelfde geldt voor deze keelriem. Normaal bij een gewoon hoofdstel, zeg maar, ben je gewend om de keelriem bijvoorbeeld een goede vuist tussen te doen. Maar deze mag wel aansluiten. Want deze keelriem zorgt ervoor dat dit mooi naar achter blijft liggen. En dat het dus niet over die gevoelige delen heen gaat, maar dat het mooi blijft liggen. Dus zo zit het hoofdstel dus zonder bit. En op deze manier kan je hem dus bijvoorbeeld als kapte ook gebruiken. Er zit hier een ringetje. En dan kan je dan je logeerlijn aan bevestigen en dan kan je het op die manier gebruiken. Nou, we zien hier dat het bot vrij ligt. Nu zie je wel dat hij niet helemaal lekker nog ligt, maar wat ik zeg, ik ben er nog heel erg mee aan het uitproberen. Het leer moet nog echt even vormen bij Apollo. Dus misschien kan deze zelfs nu wel een gaatje langer hier, want je ziet dat het bot toch een beetje klem zit. Ik heb het hoofdstel van de week ingevet en daar nog een keer mee gereden. Dus ik denk dat het gewoon weer net even allemaal wat mooier is gaan vormen. En daarom is het dus belangrijk dat je de keelriem wel altijd mooi aansluitend doet. Want dan houdt hij dus dit, trekt hij mooi naar achter. Ik heb hem nu één gaatje langer gemaakt. En nu zie je dus dat dit bot veel vrijer ligt. De andere kant laat zien, ook niet. Ik heb er zin in, hè? En hier dus ook. Dit ligt er mooi omheen. Nou, hier tussen de neus in kan ik ruim twee vingers doen, dus dat ligt mooi. En deze sluit mooi aan, waardoor die dus het neus weer mooi op de plek houdt. Of het neus hier eigenlijk aan de hoofdstel. Die maak ik wel even vast. Ja, dus dit is eigenlijk dus het... lekker! Oh ja, ik vind jou ook zo lief. Dit is dus eigenlijk de manier om als kaptoon te gebruiken, maar je kan hem dus ook op deze manier al bitloos gebruiken. Ik moet het even goed uitleggen. Je kan het hoofdstel dus op de volgende manier gebruiken. Met bit. Bitloos als zijpool. Bitloos als kin gekruist. Bitloos als kaak gekruist. En bitloos als, of, als kaptoon. Dus dat zijn vijf manieren. En ik laat nu de eerste manier zien. Dat is eigenlijk de meest simpele om te bevestigen. Dat is dus de bitloos zijpool. Een dingetje wat wel belangrijk is om te vertellen. Bij de Mikkel wordt geen teugels meegeleverd. Dus ik heb hier gewoon mijn eigen teugel van mijn oude hoofdstel. Dat geef ik om zijn nek. En die zitten er dus niet bij. Het hoofdstel nu gewoon om hoe we dat net hebben gedaan. En dan eigenlijk heel simpel bevestig je je teugel. Oh, ik zal deze even netjes doen. In het ringetje waar ook je, ja, je kinriem zit, zeg maar. En die doe je erboven. Dus die doe je op deze manier vast. Je hebt natuurlijk ook teugels met clips, dat is misschien makkelijker, maar goed, ik doe het weer zo. En dan heb je gewoon eigenlijk een sidepool, zo noem je dat dan. Dus het is een beetje hetzelfde idee als dat je je teugel aan je bit vastmaakt, dus zit die natuurlijk ook aan de zijkant. Alleen zit die dan nu hier. En met sidepool heb je voornamelijk druk op de neus. Kom eens. Yes. Als je een teugelhulp geeft, dan drukt die natuurlijk hier aan, dus op de neus. En ook lichtjes hier op de wangen. Maar voornamelijk dus... dat lippie. Voornamelijk dus op de neus. Dus dit is één zijpools. Dus gewoon heel simpel je teugel. Hallo. Aan de zijkant. Deel 2. En voor de volgende, dat is de kin. Kin gekruist hebben we dit leertje nodig. En dit is dus een van al die losse onderdeeltjes die in, je, in die verpakking zit. En dit gaat dus onder de kin door. Dus eigenlijk is het een soort verlenging van de zijpool. In plaats van dat je dus je teugel hieraan bevestigt,
doe je dit leertje er doorheen en bevestig je teugel hier aan. Hier een elastiek zitten. Ik maak nu even deze even los. Het gedeelte wat er al in zit, dat moet naar boven wijzen. Dus dat zit dicht bij zijn ogen, zeg maar. En dan haal je het ringetje door dit ringetje. Dus waar we net de sidepool doorheen hadden, haal je nu deze doorheen. Aan de andere kant doe ik hetzelfde. Het riempje van de kin, dus dit is het riempje wat je nu ziet, wat ik vast heb, dat is gewoon van het hoofdstel zelf. Je haalt het dus door dit stiekje heen. Zo. Zorg dat dat stukje leer goed in het midden ligt. En dan maak ik deze vast. Zo. En dan kan ik deze voorzichtig aanzetten. En dan heb je dus, hoe heet dit, kin gekruist. Dus je teugel gaat hier aan vast, dat is het zeggen. Waardoor je dus even iets meer terug gaan naar beeld. Waardoor je dus nog net iets meer druk hebt. Dus wat ik net liet zien, die sidepool is dan het minste druk. Dit is het medium, zeg maar. En we gaan straks nog kaak gekruist doen en dat is dan het meeste druk. En zo kan je eigenlijk ook een beetje bepalen wat voor jou en je paard het fijnst is. Want de overstap naar bitlas kan natuurlijk best wel spannend zijn. En sommige paarden hebben gewoon net even wat meer druk nodig. Het is gewoon een kwestie van uitproberen. Maar soms is iets meer druk. Zoals je eigenlijk al ziet, als ik eraan trek, als ik een beetje druk op leg, komt de druk op de neus iets meer, omdat je eigenlijk een soort van hefboompje hebt. Maar er komt dus ook meer druk op de kin. Dus eigenlijk heb je rondom wat meer druk. Waarbij je bij de sidepool echt alleen hier aan trekt, trek je nu aan een leertje waardoor hier natuurlijk ook druk op komt. Dus je doet heel simpel hier je teugel weer aan vast. Dus dat steekt dan ietsje uit. En dan heb je het systeem op deze manier. Zo, en dan het volgende riempje. Dat is dit lange stuk. Het lijkt een beetje op zo'n webbandteugel. Het is best wel lang en aan het einde zitten dan weer twee van die ringen. En op deze manier kan je hem dus kaak gekruis maken. En om dat te doen heb je gewoon als basis weer je app. Gewoon je losse hoofdstel nodig, alles mooi vast. Maar verder er niks aan. Kaak gekruist, dus de manier die we nu gaan bevestigen, heb je eigenlijk druk achter de oren op de kaken. En ook een beetje op de kin en de neus. Bovenop achter de oren zit ook een stuk elastiek. En daar gaat dit riempje doorheen. Even heel voorzichtig er doorheen. Dat mag mooi in het midden liggen. Dus deze zit nu hierin vast. Zorg dat alles mooi recht ligt en dat die mooi gelijk is. En dan het idee is nu dus dat je hem over je riemen heen gaat kruisen. Kom eens, grote vriend. Dus kruisen, zo. Dus je legt hem over elkaar heen. En dan doe je de uiteindjes dus kruis weer door je ringen zoals je ook deed met de sidepool. Dus deze kruisen hier langs. Als je druk geeft op de teugel, dan gaat de druk dus helemaal door naar achter de oren, over de wang, want hier drukt het natuurlijk ook. En natuurlijk ook op de neus, want je trekt ook, zet ook druk op dit ringetje, dus ook de neus. Dus eigenlijk heb je druk bij de oren, de wang, dus nou ja, eigenlijk de kaak, dus hieronder ook. Hier. Op de neus, op de kin ook een beetje. En zo heb je eigenlijk dus het witloze hoofdstel met het meeste druk. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om te beginnen met dit systeem. Als je echt het voor het eerst gaat doen, je hebt geen idee. Maar met dit systeem heb je wel zeg maar, het meeste te vertellen, om het maar even zo te verwoorden. En het sidepool systeem is dus het systeem met de minste druk. Omdat het een beetje duidelijk is. En als het niet duidelijk is, vraag zeker je vraag hieronder in de comment. Maar volgens mij spreekt het over zich hoe dit nu zit. Zo, en als laatste laat ik eigenlijk de manier zien die ik als... Die ik als eerste gebruik, maar dat is natuurlijk gewoon met bit, want zo kan het hoofdstel ook worden gebruikt. En als je de verpakking van de medium hebt, heb je twee van dit soort riempjes. Iets langere en iets kortere. Mijn zijn er al rond, maar ik dacht echt, wat moet ik met dit? Wat moet ik hier nou weer mee? Ik heb twee van die losse riempjes. Ik dacht dat is een reserve onderdeel of zo, I don't know. Maar later kwam ik erachter, mijn verstandige brein kwam erachter dat het dus gewoon je riempjes zijn om je bit te bevestigen. Ik heb dus de iets langere nodig, omdat de rol natuurlijk op zich wel een lang hoofd heeft. Dus deze iets kortere gebruik ik nu niet, maar die hou ik wel voor een reserve of zo. Dus die leg ik nu even weg, zo. En dan laat ik zien hoe je deze bevestigt. Dit is eigenlijk gewoon een lang riempje en je ziet... Dat hij aan twee kanten zo'n
ja, bevestigingetje heeft. Oh, waar ik ook aan moest wennen, je dit gaat dus aan dit riempje. En dat lijkt echt heel ver. Dus dat vind ik altijd. Maar het past dus eigenlijk prima. Doet je bit natuurlijk goed. Het is ook makkelijker om het te doen als je paard het hoofd zo niet in heeft. Maar goed, zo ben ik wel. Goed. Doet je bit erin. Maar dan doe je dus eerst het riempje hier doorheen. Dus dat je hem zo krijgt. Snap je? En dan bevestig je hem hier aan. Het is niet per se essentieel dat je eerst door dat riempje doet, maar daardoor blijft hij wel gewoon net wat strakker en mooier liggen. En dan zit hij dus eigenlijk heel simpel gewoon zo met dit. Verder is het natuurlijk niet heel anders. En als laatste heb je nog deze dingetjes erbij en dat zijn dus bitclips. Die heb ik nog niet gebruikt. Vooral meer een beetje voor jonge paarden of paarden. Of een wat meer rustige ruiterhand. Maar dan kan je dus echt met een clip, simpel plastic clipje, maak je dus je bittering aan het riempje vast. Waardoor die dus echt genoeg. Oh, daar gaat er een. Dus gewoon hier. Waardoor je bit dus echt nog stabieler in die mond blijft liggen. Dus op deze manier. Volgens mij mag je niet een wedstrijd starten met zo'n clip. En wat ook heel belangrijk is om te vertellen, deze multibridle heeft dus dit ringetje. Kappen nou. Waardoor je hem dus als kaptoon kan gebruiken. Maar met dat ringetje zichtbaar op je hoofd, mag je dus ook geen officiële KNS-wedstrijden rijden. Ik weet niet precies waarom, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat mag niet. Dus wees daar bewust van. Als jij dus dit hoofdstel hebt, als je het wil kopen, je mag geen wedstrijd meer rijden. Maar als jij dus dit ringetje eraf sloopt, of heel simpel weg met een stukje tape, bijvoorbeeld zwart tape op dit hoofdstel wegplakt, dan mag het ook. Als hij maar dan niet zichtbaar is. I don't know, maar het is zo. Maar het zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Nikram heeft nog twee andere modellen geloof ik. Ik heb nog de Competition en je hebt er nog één. Maar die kun je dus niet witloos gebruiken. Alleen de multibridle is dus mogelijk om witloos te rijden. En dat heeft ermee te maken met bepaalde manieren hoe het leer is gemaakt, volgens mij, hoe de druk zit. Weet ik niet precies, eerlijk gezegd. Maar ik weet wel dat alleen deze dus witloos te gebruiken is. Zo, en dat was onze uitleg over de Dramro Nikola multibridle. Ja, voor ons gewoon een hele fijne manier om heel fijn gevoeld anatomisch hoofdstel te hebben, maar ook om onze trainingen af en toe eens af te wisselen met witloos rijden. Want zoals je vorige week hebt gezien, hebben we daarmee geoefend en ging dat heel leuk. Dus dat is ook iets wat ik zeker af en toe dan wil gaan doen. Als je het interessant vond, ik hoop dat je het leuk vond. En als je nog vragen hebt, stel ze zeker in de comments. En dan was dat het voor vandaag. Deze klier gaat lekker naar buiten, want die is er helemaal klaar mee. En dan ja, hoop ik dat je het leuk vond. Ja, doe zeker even een duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Dan ben je voor altijd eerst op de hoogte van wat deze, wat dit spook allemaal uitspookt. Ja. En dan zie ik je heel graag weer de volgende keer. Doei. Au, kusjes geven.